Astra, we zitten hier in Amsterdam, ouwe, en we zitten hier in de auto met de hoofdredacteur van het Essentie Lifestyle Magazine Blad, speciaal voor Kroonshops en iedereen die rookt, ouwe. Er is hij, ouwe. Hé, ouwe. We gaan knallen, ouwe. Hey, als hij niet gekrekt wil, ouwe, dan weet ik het ook niet meer. Maar deze man weet wel waar het over gaat, ouwe. Als je naar hem kijkt, zie je gewoon Herman Bloot, ouwe. En dan schildert hij misschien niet zo goed, ouwe. Maar deze man weet wel van van te houden. Want hij weet wel waar Abraham de mosterd had, ouwe. Maar nou komt het, ouwe. We gaan vandaag een stunt uithalen. Ik hoor net dat er een nieuw centrum is geopend in de PC Hoofdstraat in Amsterdam. Dat is die hele dure straat waar Estelle en Ruud Gullit boodschappen doen, ouwe. Stiltecentrum, hè? Hey. Stiltecentrum, ouwe. En daar is stilte en daar hebben wij wat op bedacht. Want als ik aan stilte denk, dan denk ik aan vlinders, ouwe. Dan denk ik aan vrede, ouwe. Dan denk ik stilte voor de vlinder, voor de vrede, ouwe. Dan denk ik aan vredige vlinder, stilte, ouwe. En dus toen zei ineens de hoofdredacteur van een blad Essence, wat in elke kroosje op ligt en iedereen die rookt, die kent het. En als je niet rookt, ken je het nu ook, want je kent het weer, maar ouwe. Toen zei hij... Hij zei, ik heb een vlinder bij me en we gaan het naar het nieuwe tentje brengen, want de vlinder is het teken van de stilte. Maar ik heb die vlinder al bekeken en die vleugeltjes die zijn helemaal beschadigd, ouwe, maar die hadden een vlinder, ouwe. En dat is niet leuk, ouwe, die vlinder is helemaal beschadigd, maar we gaan naar het stiltecentrum, ouwe, en dan gaan we de auto op de hoek zetten, ouwe, en dan ga ik het filmen, ouwe, en dan gaat hij, Michiel. Vlinders in mijn buik. Die heeft vlinders in zijn buik, ouwe, en die gaat met die vlinder, gaat die naar het stiltecentrum, ouwe, en dan ligt hij hem daar voor de deur, ouwe, die vlinder, ouwe, en we gaan het zo direct meemaken, ouwe, er is het met een partij stil daar. Het wordt een partij stil daar in de Peense Hoofdstraat, zullen ze lang niet meer vergeten, ouwe. Want die vlinder die breekt de hele boel in de poep af, ouwe, helemaal naar de Bami daar, ouwe. Hij is kaarfeest, is er niks bij. Hele nare vlinders. Gewoon in het stilte zitten de mouwen en die stilte die is in één keer naar de klote. Ouwe. Volgens mij is dit het. Centrum voor creatieve en spirituele groei. Dat moet het yoga zijn. Ja. Ja. Dit is mijn partij stilte en yoga. We zijn nu op weg naar het stiltecentrum en we hebben bij ons de vlinder. Oh, kijk eens. Het vleugeltje is beschadigd. Dit is een heel zielig vlindertje. Het vleugeltje is een beetje beschadigd. Au. Maar ik geef nu het vlindertje aan mijn gappie, Michiel. Want we zijn speciaal opgetelefoneerd door het stiltecentrum. En want we brengen de stilte. En daar worden wij ook voor betaald. Om dat te brengen. Want ja, wat wil je niks liever dan stilte, ouwe. Dus deze hoofdstraat nummertje 183, daar zit Yoga Centrum. Ruik maar aan mijn roosje. En we gaan natuurlijk wel even checken of het ook klopt. Dus ik ga er natuurlijk eens even flamboyant naar binnen. En dan laat ik mijn partner in crime aan de andere kant staan. Want als ze hem zien, ja... Dan weet je opvallende verschijning. Als je hem één keer hebt gezien, dan heb je hem ook niet gezien. Dus ik ga eens even polshoogte nemen. Bij het stiltecentrum, er zit trouwens iemand ook voor het stiltecentrum. Het is ook wel heel grappig. Zullen we hem gewoon een vuurtje vragen, hier aan? Kijk. Ik hoop het. Ja, peace out, man. Wat is het? Okay, well, I tell you what, I will tell you what we're doing. This is my camera, you see, if I film, you see me now? Yeah, yeah. Now I see you. This is the joke. This is a quiet center. People is doing yoga here. Yeah, listen, so you have to watch because we have the quiet remover bomb. And I'm going in there to ask the people if it's quiet here. They will say yeah. Then we're going to run around the garden. I will throw in the be quiet bomb and it will throw around something around there. It's so, not a mess, is it? No, it's not a mess. It will just be a loud bomb. So just keep your ears closed because it's... It's not going to explode me, literally. No, no, just the people in there. Okay. Love that, love that.
Ja, kom maar dan, kom maar dan. Is dit het stiltecentrum? Yoga, toch? Ja. Oké. Okay. Dit is het stiltecentrum, hoor. Gappie. Psst. Psst. Er is hier ook een ingang. Dit is het stiltecentrum. We moeten dit even goed aanpakken. Want kijk, hier is de ingang. Dus, kijk, waar lopen we dan heen? Hier in of zo? We moeten kwijt hier. Ze zitten hier al. Dus luister dan. Wat we doen, luister dan. Ik ga vast daar hier staan. Je hoeft hem alleen maar hier. Komt hier ergens. Gewoon een struik hier of zo. Hij moet wel op de tegels. Hier is goed genoeg. Hier, vooraan. Hier. Oké. Maar wacht, wacht, nog niks. Doen tot die mensen komen. Ja, ja. Kijk, ik heb instructies gegeven. Luister dan. Die kant op. Kom, kom een beetje hier staan, dan vreet je het wel op de tegels vanaf hier. Ja, ik kan ook wel vandaag af. Oké. Okay. Dan gaat hij dan nou. Voor de stilte houden. Voor de stilte. Helaas trouwens, het wordt me een partij stil hier houden. Oh. Oh, hij gooit hem in de bosjes houden. Bang! Hallo Straal, hey, met mijn partij stil daar houden. Hey, en met een partij vlinders in hun buik in die tuin houden. Hey, laat me zitten met die stilte daar bij de roos houden. Hey, raak maar aan mijn roosje. Ik raak hem niet in je bommetje houden. En laat mijn bom houden. En loosje houden met die stilte houden. En laat me houden. We moeten blijven houden.